De Atlas van Apeldoorn lag open op de pagina van Radio Kootwijk. Niet alleen vanwege het 100-jarig bestaan van het dorp, maar 5 mei 2023 was het precies 100 jaar geleden dat de eerste radiotelegrafieverbinding tot stand kwam tussen Malabar in het voormalig Nederlands-Indië met Radio Kootwijk op de Veluwe. Plannen voor de toekomst, voor deze panden? Het is wel de bedoeling dat we het op een rustige manier, het ligt allemaal in een Natura 2000 gebied, helemaal, dus dat we het op een rustige manier gaan beheren, het gebouw. En dan Staatsbosbeheer de enige die dat zou kunnen, want je kunt het niet exploitabel krijgen, het gebouw, of moeilijk exploitabel krijgen. Dus kun je dat gewoon zelf de evenementen uitzoeken die passen bij de omgeving. Dus dat moet goed opgelet worden. En bij het gebouw uiteraard, dat is wel 100 jaar oud natuurlijk, het gebouw. Radio Kootwijk, beste mensen, dat is en blijft een hele bijzondere plek. Enerzijds verlaten, maar toch ook niet, want het is een buitengewoon populair wandel- en fietsgebied. Dat hebben we denk ik allemaal op weg hier naartoe ook weer kunnen beleven. Aan de ene kant is het ruig, maar aan de andere kant is het ook weer doordacht beheer. Imposante architectuur, midden in een lege vlakte. Een kleine maar mooie kern binnen onze gemeente met iets meer dan 100 inwoners. Maar die 100 inwoners zijn wel onderdeel van een van de grootste toeristische trekpleisters in ons land. Kortom, Radio Kootwijk is in zekere zin een vat vol tegenstrijdigheden. En dat maakt het juist ook weer zo bijzonder. Wim, jij bent van de VRZA. Dat is iets wat vraagt om toelichting. De VRZA, dat is een afkorting van de Vereniging van Radiozendamateurs. Dat is dus een Nederlandse vereniging waar dus zendamateurs zich kunnen aansluiten. Dat zijn allemaal mensen die gelicentieerd zijn of luisteramateurs die dat later willen gaan doen. Jullie gaan straks iets doen wat 100 jaar geleden ook al gebeurde. Hoe mooi is dat? Wij gaan dus herhalen wat inderdaad 100 jaar geleden gebeurd is. Dat was de eerste telegrafieverbinding met Radio Kootwijk, waar we op dit moment zijn, en Malabar in Indonesië, Nederlands-Indië in die tijd. Hoe voelt dat? Geweldig, echt super. Ja, dat is, daar leef je naartoe om dat te doen en om te proberen of het ook weer lukt. Want het is allemaal wel modern natuurlijk, maar de condities moeten ook een meespelen wat het weer betreft. Niet zozeer, maar meer wat de hoge druklagen en dat soort dingen betreft. Je kunt daar uren over praten, maar dat is waarschijnlijk niet de bedoeling. Als het lukt, ja, dan springen we gat in de lucht. Het kostte enige moeite, maar de verbinding kwam uiteindelijk tot stand door het versturen van een telegram van Apeldoorn, Radio Kootwijk, naar Indonesië. Wat? Wij gaan ons eerste nu ons telegram versturen. Dan zitten we te wachten op helemaal dit. Ja. Ja. Ook over Radio Kootwijk was in het kader van de Atlas van Apeldoorn een fototentoonstelling samengesteld. Te zien in het hoofdgebouw van Radio Kootwijk en daarna in de garage op het complex Radio Kootwijk.
Ook het fietsschilder had aandacht voor Radio Kootwijk. En onder het motto van plaggenhut tot zendmast kon er 2 keer gefietst worden naar Radio Kootwijk. Met als startpunt de Dubbelbek. De Nationale Archeologiedagen stonden dit jaar in de teken van de watermolens. Waarom is daarvoor gekozen? We hebben rondom Apeldoorn en in Apeldoorn een aantal hele mooie watermolens staan. En die kennen mensen vaak wel. Maar er zijn veel meer watermolens geweest. We hebben bijna 60 watermolenlocaties waar we ondertussen van weten dat daar watermolens hebben gestaan in het verleden. Alleen daar is bovengronds niks meer te zien. En nu is de afgelopen jaren is er uit archeologisch onderzoek gebleken dat daar in de grond vaak nog wel heel veel sporen van die watermolens zitten. En daar komen hele verrassende resultaten uit naar voren. En daarom willen we daar tijdens de Nationale Archeologiedagen toch wat aandacht aan geven. Dat ook onder de grond vaak nog heel veel te vinden is over deze geschiedenis. Dat zijn de resten van de molens zelf, maar ook losse vondsten die daar gedaan zijn, die het verhaal vertellen van het leven op en rond de watermolen. Allerlei aanverwante verhalen. Dus er komt heel veel nieuwe informatie, komt daar toch weer elke keer uit de grond. En dat willen we graag onder de aandacht brengen. En daarvoor hebben we een hele mooie fietskaart gemaakt. Waar alle watermolenlocaties van Apeldoorn op staan aangegeven. En dan kan iedereen zelf de locaties gaan ontdekken. Janneke, de Archeo Hotspot. Jij gaat ermee op pad. Wat is het? Wat moet ik me ervoor voorstellen? Ja, zeker. Nou, jij ziet hem hier achter me staan. Hè? Dit is de mobiele Archeo Hotspot voor de Noord-Veluwe. En dat is een karretje, een kraampje. We hebben geen koffie of andere lekkers, maar wel heel veel archeologie. We gaan eigenlijk overal heen waar wat archeologisch te vertellen is. En dan kan je wat over archeologie leren, maar ook vooral veel doen. Dus we hebben allerlei activiteiten voor mensen echt met vondsmateriaal waar je wat met bij de Archeo Hotspot kan doen. Dat zijn onder andere al die stenen die ik daar zie liggen, neem ik aan dan? Ja, bijvoorbeeld. Ja, daar ligt nu wat over de ijzerwinning op de Veluwe. Kan je daar nu wat lezen en over hoe archeologie werkt. En we hebben hier ook wat activiteiten, dat je bijvoorbeeld het Veluws landschap zelf in een potje kan maken. Of scherven aan elkaar kan puzzelen. Dat soort dingen nemen we allemaal mee in de Archeo Hotspot. We hebben hier in Apeldoorn een heleboel watermolenlocaties. En dat komt enerzijds door het landschap, want voor een watermolen heb je water nodig. En dat water komt hier vanaf de stuwwal, vanaf de Hoge Veluwe, zeg maar. Water komt daar neer op de heuvelrug. Dat trekt in de grond en dat stroomt ook weer ergens uit de grond. En daar ontstaan bronnen. En die bronnen werden gebruikt om beken aan te leggen die de watermolens konden aandrijven. En dat gebeurde al voordat de papierindustrie zijn hoogtijdagen had. Maar toen eenmaal duidelijk werd dat daar ook papiermolens op aangedreven konden worden, ja, toen groeide het aantal watermolens sterk. En ontstond er een hele papierindustrie hier in Apeldoorn. Dit is eenmalig, die Nationale Dagen. Ik kan me voorstellen dat er een vervolg komt. Komt dat er ook? We zijn heel druk bezig met het in kaart brengen van al die watermolenlocaties. En daar komt zeker nog meer informatie over naar buiten de komende jaren. Daarnaast is Henk Weltje, die hier vandaag in Beekberg ook lezingen verzorgt over de watermolens. Die is bezig om een boek op te stellen over de watermolens van Apeldoorn. Die zal binnenkort worden uitgegeven. En daarnaast hebben we natuurlijk de fietsroutekaart. Waar een aantal handige en nuttige links op staan. Voor mensen waar ze meer informatie kunnen vinden. Dus de komende jaren zullen we zeker meer informatie over de watermolens. En dan met name ook de archeologie van de watermolens gaan verspreiden voor het grote publiek. Traditiegetrouw, net voor de Open Monumentendagen, historisch café over de Open Monumentendagen.
De panden die vanavond besproken worden, want er worden een aantal panden ter sprake gebracht. Zijn dat nou ook de panden waar je echt naartoe moet? Ja, zeker, want Huis de Pas aan de Regen Tesselaan, hoek de Houwer van Oortlaan, is een prachtig mooi pand van de architect Wegerif. En dat is op dit moment staat het leeg. Maar er is een hele expositie over hoe het gebouw tot stand is gekomen. En de huidige architect Huub Thomas zal daar vanavond iets over vertellen. En die is ook die dagen aanwezig om daar uitleg te geven over de geschiedenis van het pand. Een prachtig mooi pand uit het begin van de 1900e eeuw. Bij een aantal monumenten, zoals bij de villa aan de Paslaan nummer 13, was er dit weekend alle gelegenheid om binnen te kijken. En ook, zoals hier, buiten te kijken in de verrassend diepe achtertuin. Bij Huis de Pas, het woonadres van de architect Wegerif. Daar was de toegang beperkt, maar dat werd weer gecompenseerd door verhalen van het vertelgenootschap op de veranda. Herberg het Oude Lo is natuurlijk een hele leuke locatie waar ook het vertelgenootschap zal optreden. Omdat daar prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina, daar regelmatig aanlegde om een borreltje te drinken. En zij vinden het heel erg leuk om open te doen. En gaan ook namelijk in het kader van immaterieel erfgoed nog de ouderwetse gehaktbal presenteren. En die kun je daar dus nuttigen. Hoe is het om een herberg te hebben in een monument? Ja, eigenlijk wel leuk. En alle verhalen van vroeger en gewoon gezellig. Ouderwets gezellig, zeggen wij altijd. Je hebt ook nog een heleboel verhalen en geschiedenis aan de muur hangen, of niet? Ja, de meeste toen wij hier kwamen, bijna 15 jaar geleden, hing hier al. Er zijn wat dingetjes bijgekomen. Maar dat vertelt eigenlijk een beetje over de historie van de herberg, zeg maar. Je hebt ook immaterieel erfgoed op de menukaart staan. Jullie gehaktbal. Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, ik denk dat er in het verleden ook wel eens een gehaktbal is geweest. Maar goed, ons idee is altijd geweest, in een café moet een goede gehaktbal zijn. En we zijn ook café, we zijn restaurant, we zijn bistro, we doen van alles. Maar we zijn ook café. En ieder café hoort een goede gehaktbal te hebben, vinden wij. En die maken wij al jaren en dag zelf. En dat wordt nog steeds gewaardeerd. Ik hoorde net dat de mensen uit Den Haag hier een gehaktbal waren wezen eten. Ja, dat heb ik net ook gehoord. Dus dat is in ieder geval goed overgekomen de afgelopen jaren. Hè? Dat ze hier de gehaktbal komen eten. We hopen dat ze nog een andere plaats ook komen. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk toch wel heel bijzonder het Westerninkerpark. Het theehuis wat daarin staat. En eigenlijk een park die helemaal niet zo bekend is in Apeldoorn. Hè. We kennen allemaal natuurlijk het Prinsenpark, Wilhelminapark en Oranjepark. En dan in de wijken. Maar deze doet echt mee en gaat ook van alles organiseren dat weekend. Hè. In het park gaan een kunstmarkt organiseren en clinics met de sporten en de muziekvereniging Eendracht treden op. En de koren van Wilco Strongs. Nou, kortom, een compleet programma van 11 tot 5 volgepland, zowel zaterdag als zondag. Het Westerninkerpark Theehuis. Ik vind het een mooie mond vol. Maar hoe lang al? Ja, het gaat terug eigenlijk tot 2014. Toen hebben we deze gemeentewerf van gekocht. Het stond toen 3 jaar te koop via de makelaar. Weinig belangstelling en ja, ik ben eigenlijk op aanraden van een oud stadsdeelmanager. Die zei, joh, geweldige plek, mooie buurt. En daar heeft hij 300% gelijk in gehad toen ik aan het loket kwam. Dus toen, het gaat terug tot 2014. En wat hebben jullie gedaan sinds? Onder andere de moestuin aangelegd? Ja, dat eigenlijk is het, het heeft ongeveer tot even nadenken. Tot 2 jaar geleden stilgelegen. Want toen waren er problemen met een stuk grond wat geleverd nog moest worden. En een hekwerk waar geen vergunning bij zat, waar een vergunning voor moest komen. En dat is opgelost. Toen zijn we snel aan de gang gegaan. Eigenlijk mede doordat de buurt een petitie opgesteld had. Die is 800 keer ondertekend om een theehuis open te krijgen. Nou, toen kwam er lekker vaart in. En ja, toen kwam er ook zoveel enthousiasme tot er ook meteen vanuit de buurt samen een moestuin aangelegd is. En ja, eigenlijk heel veel dingen gebeurd. Zoals je nu kijkt, 50 vrijwilligers hier zijn nu bezig om dit evenement even in goede banen te leiden. Doen ze echt geweldig. Allemaal spontaan ontstaan. Ja, echt heerlijk. Het is gisteren ook 700 bezoekers. Nou, kan niet beter eigenlijk. Dus gewoon één feest. Marielle, de Rieten Duikschool. Hoe is dat om te werken op een monument? Ja, dat is prachtig. Dat is net even anders dan wanneer je op een gewone school werkt, zeg maar. Het gebouw is anders. Alhoewel, ik moet zeggen, we hebben nu nieuwe ventilatiesystemen. En dankzij de corona. En dat is wel echt heel prettig. Ja,
heel mooi. Ja, je roept prettig. Zijn er ook beperkingen of valt dat wel mee? Meestal zie je in monumenten, als je wat wilt, dan heb je onmiddellijk te maken met allerhande wetgeving die dat verbiedt. Nou, ik moet zeggen dat ik dat nog niet heel erg heb meegemaakt, behalve met de uitbreiding van de school. We willen heel graag het bijgebouw, zeg maar, aan de school hebben, zodat we echt één school zijn. En dat is inderdaad nog niet gelukt, omdat wij een monument zijn. Dat klopt, dat is helemaal waar. Jullie zijn ook de enige monument, volgens mij, van wat betreft scholen, toch, in Apeldoorn? Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, want de Bergen-Boschool is ook al echt al heel oud. Ik heb ook daar een BHV-cursus gedaan en dat was erg leuk om te zien. Daar zit zelfs een gymzaal aan vast. En dat is heel mooi om te zien wat daar allemaal is. Maar ik weet dus niet hoe oud zij zijn. Dat heb ik nog nooit opgezocht. Jullie geven vandaag ook, je kunt in ieder geval schrijven met een kroontjespen. Wat zijn de reacties? Ja, mensen zijn echt heel enthousiast. Ik heb een paar hele mooie foto's. Sommige mensen willen het zo graag, het is een soort nostalgie, willen het zo graag goed doen. En dan gaan ze ook echt daadwerkelijk zo zitten. En dan wachten ze totdat de juffrouw langskomt. Juffrouw Ellie in dit geval, want die is er nu nog niet. En die kijkt dan of je netjes geschreven hebt, of je geen inktvlek hebt gemaakt. En dan krijg je een stempel van de juf. Dat is heel leuk. Ja. De mensen doen het er echt voor. Sommigen hebben echt het hele alfabet overgeschreven. Het is heel mooi. Veel plezier vandaag. Dank u wel. Gaat lukken. Hoe kijk je terug op afgelopen jaar? Heel goed. We hebben veel activiteiten mogen ontplooien. Ook dit wordt het 6e historisch café van dit jaar. En er waren ook steeds behoorlijk wat belangstellenden. Ook zelfs in de zomerperiode. Dus we kijken met voldoening terug op 2023. Geen concert dit jaar, minpuntje? Ja, helaas wel. Ja, door nieuwe regelgeving zijn er maar een beperkt aantal vergunningen voor het Oranjepark. En zaten we er helaas naast, waren we te laat met de aanvraag. Dus dat is helaas niet doorgegaan, maar we hebben nu goede afspraken gemaakt met de Stichting Muziektent Apeldoorn. Om met elkaar samen toch zorgen dat volgend jaar wel het Oranjepark concert kan doorgaan. En dat wordt ook dan het laatste concert onder leiding van de huidige dirigent, Peter Kleine-Schaars. Dus daar gaan we toch ook iets speciaals van maken. En er was goed nieuws over het Vertelgenootschap Apeldoorn. Nou, wij zijn genomineerd voor de Erfgoed Vrijwilligersprijs door onze verhalen. En wij gaan nu de boer op, of langs de mensen, om stemmen te verzamelen. De prijs is ingesteld voor organisaties die hun best doen om het erfgoed te behouden. Wij doen er nog iets extra's mee, want wij proberen het erfgoed tot leven te wekken door middel van onze verhalen. En erfgoed is gewoon ontzettend belangrijk in Nederland en in de hele wereld, maar met name in Nederland, ook dus in Apeldoorn. En daarom is het zo ontzettend leuk dat wij nu genomineerd zijn voor die prijs. 9 februari, de tweede vrijdag van 2024, want de eerste vrijdag dan is weer de midwinterrun door de binnenstad, die ook dwars door Coda gaat. En dan is het een beetje lastig om het historisch café te houden. Dus schuiven we door naar de tweede vrijdag, 9 februari. De stad of de wijk die volgend jaar de aandacht krijgt, is die al bekend? Nee, helaas nog niet. De Atlas, we zijn er wel druk mee bezig. Maar we hopen, ik dacht op 13 november, dus maandag over een week, met elkaar om de tafel te gaan en dan te bepalen welke wijk het gaat worden. Dat het een wijk wordt is in ieder geval definitief, want we hebben nu 2 jaar een dorp gehad. Eerst Hoogsoer en toen Radio Kootwijk. Dus nu is weer tijd voor een wijk. De volgende pagina in de Atlas van Apeldoorn, de pagina voor 2024, dat is ondertussen bekend. Op die pagina staat de wijk Zevenhuizen.